Niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm, al meer gefaald. Deze man is nogal onbeheerst van aard, hulp is beschikbaar, nooit op ingegaan. Hij heeft een blijvende hekel aan alle restricties, bijbels en regels. Hij gaat over lijken geregeld, vol tarief, enkeltje hel, schijt aan de hemel. Hij heeft een appeltje te schillen met de wereld. Hij weet niet wat precies het ding is wat hem prikkelt. Hij weet niet wat hij wil, maar wat hij wil doet hij, ongeacht wie er wat minder of meer voor moet bloeden. Het is niet zozeer woede, maar minachting voor de gevestigde orde. Chaos, dat vindt hij prachtig. Je zou het kunnen verstaan om de kinderachtig, maar destructief gedrag zit in zijn karakter en in al zijn verschillende gedachtes. Enig sociaal vermogen kent hij niet. Mensen praten zijn boos op Anthony. Geen spoor, geen poging tot empathie. Asociale lul, grotere heb je niet. Sadistisch, maar zeker ook masochistisch. Berooft een kind zonder probleem van een pakje fristie. Het is triest, want vrienden heeft hij niet en die mist hij wel degelijk. Nooit van zijn leven dat hij het licht ziet. Fuck the world is een uitspraak die hij graag toepast. En alles wat hij wil is een bestaan zonder poespas. De enige resterende vraag is hoe dan? Nachtmerrie voor maatschappelijk werkers. Met hem valt echt niet te praten tot er ergernis. Kan best dat hij gehaat wordt, maar dat zegt hem niks. Volwassen vent die zich gedraagt alsof hij 13 is. Enig sociaal vermogen kent hij niet. Mensen praten zijn boos op Anthony. Geen spoor, geen poging tot empathie. Asociale lul, grotere heb je niet. Je wilde graag nog een kans, maar die zijn nu op. Niemand zit nog op je te wachten, begrijp je het nog niet? Je laat jezelf met weinig opties. Je naam gaat door het slijk als een crossfiets.